Het proces om het onderwijs fundamenteel te veranderen zal $100 miljoen kosten. Dit zei Marie Levens, programmanager van het Basic Education Improvement Program, BEIP, van het ministerie van Onderwijs gisteren bij de afsluiting van de driedaagse nationale dialoog over de toekomst van ons onderwijs. De verandering zal beginnen bij het basisonderwijs en doorlopen tot het secundair onderwijs of het VOJ-niveau, de beroepssector en de academische stream, benadrukt Levens. Onze rol is iedereen erbij betrekken, alle stakeholders erbij betrekken, ervoor zorgen dat er ownership is, ervoor zorgen dat het ministerie het zelf doet. Wat dat betreft is de unit waar alle projecten zijn ondergebracht heel bewust. De staf is heel bewust van het feit dat het ministerie de drager is en de uitvoerder van deze projecten. En daarom gaat het nou vrij goed. Het drukt niet alleen op de uitvoerende organen, op de unit, die dus die hele 100 miljoen in de gaten moet houden en alle stakeholders en alle, how do you say, that the administration wordt daar gedaan, de biddingsprocessen. Anand Hanuman, onderwijsinspecteur van Kommewijnen, zegt dat na de nationale dialoog duidelijk is geworden dat er veel werk aan de winkel is voor het ministerie. Marcelino Nerkus, president van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, VOLS, heeft de dialoog zeer positief ervaren. Volgens hem zijn er veel zaken die eerder bij verschillende andere conferenties zijn besproken, weer aan de orde gekomen. Er is heel veel gecommuniceerd. En er is ook heel veel meegenomen. De vraag is, wat we al die drie dagen vandaag tot slot hebben mogen meemaken, meeleren, meedenken, meebeslissen, hoe verder ermee? Hoe gaan wij nu verder invulling eraan geven om het werk welke op ons staat te wachten, waar wij gesteld hebben de jeugd. We hebben al die drie dagen gesproken over de kinderen, de kinderen, de kinderen. Ik hoop dat met deze dialoog, dat het dit hierbij blijft. We gaan al die grote dingen die hier zijn besproken, in kleine groepen, moeten bediscussiëren dat er aanbevelingen eruit rollen en hoe we daarmee zullen omgaan. Het initiatief van de minister om eenmaal per maand regulier met de vakbonden te praten. Ik zit hier als de VOLS, de ALS, BVL, die hebben natuurlijk ook hun bijdrage geleverd en die mevrouw is er niet bij, maar ik noem die twee organisaties, want we kunnen onze opvattingen hebben, verschillende opvattingen, maar ze hebben ook hun bijdrage geleverd hier vandaag. Dat was dus Marcelino Nerkus, president van de VOLS, en daarvoor zag u Anand Hanuman, is onderwijsinspecteur van Kommewijnen. Ze spraken gisteren bij de afsluiting van de driedaagse nationale dialoog over de toekomst van ons onderwijs.